De Nationale Commissie Slachtoffers en Nabestaanden Geweld heeft vanmorgen een persconferentie gehouden. Dit in het kader van het ingezette traject om te komen tot een nationale verzoening en het uitroepen van een dag van nationale rouw. Volgens de voorzitter van de commissie, Humphrey Yeru, moet de overheid investeren in trajecten voor dialoog, vrede, verzoening en gerechtigheid. De commissie heeft erop aangedrongen dat de overheid haar verantwoordelijkheid oppakt om een leidende rol te spelen in de verwerking van leed en pijn van de slachtoffers en nabestaanden, zegt Yeru. Hij geeft verder aan wat het werkterrein van de commissie is. Het opzetten van een infrastructuur voor erkenning van het leed van de slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. Het comité heeft de middelen niet om dat te doen. We gaan er wel van uit dat de overheid middelen ter beschikking kan stellen daarvoor. Internationale steun vragen voor dialoog, verzoening, vrede en gerechtigheid in Suriname. De overheid kan dat gemakkelijker doen dan het comité. Het ontwikkelen van overheidsbeleid ten aanzien van het oplossen van politiek geweld. De overheid heeft instrumenten om beleid te ontwikkelen en te implementeren. Het comité is vooral een belangrijke organisatie. We beschouwen de installatie van de commissie dan ook als een belangrijke mijlpaal in ons kort bestaan. Yeru zegt verder dat de commissie voor een periode van 1 jaar is aangesteld in afwachting van de definitieve resultaten van de behandeling van de wet erkenning slachtoffers van politiek geweld. Daarom zal de commissie prioriteiten stellen, de speerpunten in het komend jaar, en in dat jaar zijn we nu al, de organisatie van de tweede dag van nationale rouw en verzoening, de inrichting van het pad van verzoening, verhalen van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld voor het voetlicht brengen. Een onderzoek naar vermiste militairen, burgers en leden van verzetsgroepen. Het benaderen van internationale organisaties om steun te vragen voor dialoog, verzoening, vrede en gerechtigheid. Wanneer we zeggen dat we willen op zoek gaan naar vermisten, dan beschikken we hier achter de tafel niet over die expertise. Maar de overheid beschikt erover. En als we naar het buitenland moeten gaan, dan gaan we naar het buitenland en dan vragen we de regering om daarin te steunen. Dat is dus wat ik kan zeggen hierover. Maar laat me ook aangeven dat wij, wat het betreft het aantal vermisten, we dat nog niet kunnen aangeven. Maar we hebben wel mensen die ons hebben benaderd en die zeggen niet te weten wat er met hun geliefden zijn gebeurd, waar het moet zijn gebeurd. We hebben die verhalen, we hebben met mensen gesproken, maar die dingen kunnen we op dit moment nog niet aangeven. Humphrey Yeru, voorzitter van de commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Hij sprak vanmorgen tijdens een persconferentie voor het uitroepen van een dag van nationale rouw. Dit zal op 29 juni worden gehouden. De persconferentie is gehouden in het Lalaroek-gebouw.